Ik heb dus een afspraak met Roderick. En dat ik dus alles tegen Roderick moet gaan zeggen wat hij moet doen. Scannen, goed om je heen blijven scannen. Zodra het groen is, nou, dan weet je wat je moet doen. En dan, ja, busje heeft daar zometeen groen. Want die kan het aanvragen. Wij niet. Die hebben al groen. Mogen wij ook zometeen groen. Ja, vaten, kom op. Groen, goed zo. En blijven scannen. En voor zo nodig gewoon voorsorteren als je kan. En dan moet je wel nog eerst voor die tijd je richting aangeven. Ja. Fiat, kom, rijden. Open. Ja, dat is heel moeilijk. Fiat 500C. En met een doodskop aan de zijkant. Mag dat een doodskop? Hier gewoon zowat in mijn stoel en gelanceerd of zo. Ja. Wat is het voor autootje? Scannen, richting aangeven en dan verplaatsen / voorsorteren. Maar dat is niet nodig, want je blijft aan deze kant. Zoveel mogelijk rechts houden. Bochie over de tramrails. Joehoe. Nee, niet zo ver in die grote wat. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, maar... Ik sla mijn man, mag dat? Die smakt. Niet leuk. En mijn tanden zien er niet uit. Nee. Is het niet met de kou mee? Nee, werkt niet. En ik zie een politieauto. Verderop. Je schrok. Het is 12 gewoon. Dus dat is hoeveel per dag? Bijna 2. Nou, dat, en dat wist Faber en Pepijn ook al te zeggen. Ik denk, zo, jullie kunnen goed rekenen. Mijn hemel. Zo goed kan ik nog niet eens rekenen. Geen idee. Een rekensom. Ja, precies. Maar wat is 17 keer 19? Ja, dat is rekensom. Maar hoeveel is? Ja, nou, 23 natuurlijk. Ja. Jij wel. 17 keer 18 is 18 keer 19. Nou, scanning inderdaad heb je al gedaan. En richting aangeven heb je al gedaan. En voorsorteren heb je ook al gedaan. Ja, grote jongen. Ja, lichtjes nog aan. Maar in die Opel, ja, daar gaat alles automatisch. Dus dat kun je even na te denken. Nee, qua licht in de tunnel. Ja, je moet altijd blijven scannen. Continu. Ja, het licht is groen, maar we moeten even wachten. Maar we gaan eerst naar de IKEA. Of stoel halen. Ik betaal er een en hij betaalt er een. Alleen dat wisten we niet. Nu wel. En waar zijn we nu? Ikea. Ja, is handig toch? Dat is een leuk busje toch? Heel leuk busje. Ja, er kan heel wat in. Ikea even leegkopen. Handig toch? Heel handig. Daar zeg ik al, het is hier op een of andere manier lichter dan daar. Of het ligt aan mij, maar ik denk het niet. We gaan even stoeltjes halen. Even van op naar Jeesje, gezellig. Samen dingen doen, hè? Mm-hmm. Toch? Nodig aan vrijdag. Toch? Nodig aan vrijdag, dan staat hier geen dag. Ja. Vijf maar door dit hek. Ja, helemaal perfect. Zo, weer een hoop gedaan. We zijn bij de IKEA geweest, we zijn bij de Haagse Markt geweest. Nu gaan we even naar Leidse Hagen. Vanuit daar gaan we nog naar Camera Express. Ja. En daarna gaan we naar huis. Ah, ja. Want als ik gewoon wil koken met jullie. Waar ik het ook al in mijn kookvlog over heb gehad. Dag school. Doei school. Geen zin in school nu. Maar dan wil ik wel met mijn statief die ik heb. En voor het fotograferen. Wil ik daar gewoon ook mijn telefoon op hebben. In plaats met hetgeen wat ik nu heb. Nou, dat schiet gewoon niet op. Ik heb al een heel mooi hoesje. En dan, maar
Ik wil gewoon mijn statief kunnen gebruiken. Dus ja. En ik wil gewoon wat meer doen met koken. Ook voor jullie. En ook met knutseldingen maken. Dus ja. Dus dan moet je wel wat kopen. Wat gewoon goed is voor je telefoon. En ook voor je statief. Zodat ik dan ook gewoon mijn... gewoon met de telefoon wel gewoon even op dat moment even uit moesje moeten halen. Maar dat maakt niet uit. Maar ik wil gewoon iets meer kunnen doen dan wat ik nu doe. Dat is logisch. Maar ja. Er zijn een hoop gek op de weg vandaag. Hè, schat? Yep. Want hoe vaak heb jij nou echt moeten remmen? 3 keer. 3 keer. Echt gewoon in 1 keer batsboom dat ik dus dit had, hè? Gewoon echt dit. Nou, dan kan ik dus helemaal niet meer daarvoor, hè? En er was dus ook een auto die had zo'n pijl genegeerd. Die had dus al zo'n gele hobbeltje geraakt volgens mij. Ja. Of 2. Die moet ook nog even ertussen. En die moest er ook nog even tussen. Dus ja, en dan, ja, dan moet je ook in 1 keer op de remmen. Dus ik had snel eventjes de... En de... Ja, kom van links, kom van rechts. Allemaal tegelijkertijd. Je rijdt op het voorrangweg, denk je, kom er even tussendoor vandaag. Ja. Voorrangweg, oh, die gaat ook voor mij. Nee, je komt op een voorrangweg. Ja, en dan rijden we ergens en bij Holland Spoor. Gaat er in 1 keer zo'n dikke bak op de remmen? Nee, want die moet afslaan. Ja, toch? Dus ik zei tegen Rob van, ga er maar omheen. Heel klein stukje over. Dus ja. Ja. Dus we hebben het weer overleefd. Ja, nog wel. We gaan nog eventjes naar de Jumbo. En even kijken hoe ver ze zijn met bouwen. En dan nog even een camera expresso. Mag je stilstaan op een kruising, schat? Nee. Gaan we maar niet doen, nee. Dus ja, dus dat. Nou ja, we gaan eventjes nog dat even doen. En ik laat even zien straks wat we hebben gehad. En jij wou nog even naar mama toe, hè? Ja, dan gaan we daar ook zo. Nog wat halen voor? Olijfolie. Olijfolie? Oké, ja, dat is goed. Gaan we even olijfolie voor gaan drinken. Zo, mensen, het gaat hard. Het gaat heel hard. Hard genoeg, zeg ik wel al. Inderdaad, daar ben ik het helemaal volledig met hem eens. Ik wou net zeggen, een beetje Fiat Panda, een beetje doorrijden. Even een beetje. Waar hebben de mensen last van? Van niet doorrijden. Vandaag niet, nee. Oké, het is vandaag zaterdag 7 december. Het is 14:50. En het is gigadruk hier. Beneden is het al hier is heel druk, echt waar. Het is gewoon druk. Het is gewoon druk. Gaaf. Grondvat, ja. Zo, mensen. Dit is ook al helemaal af. De W komt hier. Opening februari, maart. Spekcijfers. Zit hier. Hier komt IMAC, schat. IMAC. Komt hier. IMAC. Gaan ze hier nog bezig? Hey schat, dat is leuk om dit zo te zien. Die kraan. Ja. En de Hunkermuller is gewoon wel nog gewoon open. En wat voor ademing heet dit dan voor hun? Huh? Ja. Dit is zo mooi gemaakt. Wauw.
Dit is wauw. Dat denk ik wel. Dat is zo mooi gemaakt zo. Auw. En hier komt ook denk ik nog een heel ding omheen. Psst, dan gaan we naar beneden. We komen van boven. Dit is niveau 2. P4. Oké. Zo, stoeprandje mee pakken, schat. Dat is jou hier nog nooit overkomen. Helemaal aan deze kant zit het nachtwacht. Nog maar 4 hier. Niveau 2, nog maar 4. Ze zitten vreselijk voor elkaar zo en zo druk hier. Zo druk is het hier in de Noord geweest. En nou is hij hier weg. Ja, ja. Geef je hem echt voorrang? Zo, jongen, ik kan ook niet rijden. Rijden, kom. Deze bestuurder voor ons, die reed net heel langzaam. Dus ik ga zo even opletten. Oh, en daar is je schroefje vanuit. Ja. Maar het is nou groen. Dus ik ga even kijken hoe hard het nu gaat rijden. Want net reden we heel langzaam. Achter haar aan. Bij de volgende verkeerslicht gaan we rechts af. Bij de volgende verkeerslicht. Is nog niet hier. Ja, je had ook hier weer gekund, maar anders weet ik het niet meer te vinden. 35 rijden wij. Waar je 50 mag. En dan geeft hij nog een teveel aan ook. Ja, ja, handig. Nou, en hij gaat dus zo meteen stoelen in elkaar zetten. Want dan zijn we thuis, zoals je ziet. Yeah. Even nog even, en bij mijn schoonmoeder geweest, gezellig. Ja. Die kom je horen. Ja, nog een beetje. Ja, goed. Maar ze was een beetje dover, maar nu is dat gedeeltelijk geholpen. Mm-hmm. Dus dat is wel fijn. Mooi. Hier een bak. Die even openmaken. Heb dat? Nee, schat. Gewoon even open. Nee, ik heb hem hier liggen. Ik heb hem hier liggen, als het goed is. Nee, maar hij behoort hier wel. Hij behoort hier wel, in deze... Ja, maar dat is fout.